hoe ziek dit systeem is. Daarbij komt nog eens een keer de staatsschulden die er op dit moment zijn, de enorme werkloosheid. En goed, ga zo maar door. De instabiliteit, we hoeven niet te speculeren wat er op welk moment gaat gebeuren. Maar het is heel duidelijk dat er nieuwe schokken gaan komen. Als je alleen al kijkt naar de crisis in de eurozone. Griekenland heeft een schuld van 300 miljard. En ondertussen door de maatregelen die er zijn geweest, een krimpende economie. Griekenland moet elke week 1 miljard aan renteaflossing betalen aan Franse, Nederlandse en Duitse banken. 1 miljard per week. Je hoeft geen, zeg maar, econoom of geleerde te zijn om te begrijpen dat dit niet lang door kan gaan. De EU steunt Griekenland met noodpakketten, met nieuwe leningen. Ondertussen is er een noodfonds van 750 miljard. Eigen studie van de EU geeft aan dat er 2000 miljard minimaal nodig zal zijn. Dit geeft iets van een idee van de enorme tegenstellingen die er binnen de EU zijn. Dit is iets dat niet oneindig door kan gaan. Ze hebben het een tijdje lang op kunnen vangen, maar de ruimte voor staten om of maar geld te blijven persen of om maar uit te blijven geven, komt aan een grens. En die grens bereiken op het moment dat het zo hoog oploopt dat staten in de onder invloed van allerlei lenen, banken en dergelijke staan de financiële markten onder druk worden gezet om te gaan bezuinigen. In de afgelopen maanden is door heel Europa een hele radicale switch geweest in beleid. Van stimuleren naar keiharde bezuinigingsmaatregelen. En dit is ook wat er nu in Nederland gaat gebeuren.